mijn tweeling. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 2. Dat is van maandag 11 januari tot en met zondag 17 januari. Dus dan een kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof daar eigenlijk een stukje is waar je wat tegenaan loopt, waar je misschien zelfs wel wat woorden over kan hebben met anderen of anderen met jou, dat je daar zelf bij jezelf denkt van nou, wat moet ik er eigenlijk mee? Maar het is een stukje wat eigenlijk ervoor zorgt dat je een bepaalde keus gaat maken. En ik heb het idee dat het een stuk is wat met de familie te maken heeft, met een familiegevoel van je prettig in je vel voelen zitten. En dat zorgt er dan ook voor dat, want zo is de tweeling ook wel een beetje, dat je echt zorgt dat dat hele gevoel weer lekker is. En dan moet er daar misschien wel bepaalde dingen voor veranderen. Maar jij zal het dan initiëren om daar toch ook echt wel naar te gaan kijken en er iets mee te gaan doen. Het is echt maar een heel klein stukje, maar je pikt het heel snel op en je doet meteen zorgen dat het goede gevoel er eigenlijk weer bij is. En ik heb het idee dat het voor jou ook wel het gevoel daarbij geeft dat je nodig bent, dat je het fijn vindt, dat het gewaardeerd wordt dat wat je uitvoert. En dat lijkt deze week echt super belangrijk te zijn, want je lijkt echt voor te zorgen inderdaad dat de rust in huis of de rust op het werk gewoon eigenlijk weer helemaal terugkomt. En dat komt echt voor omdat jij dat gevoel zo lekker bij elkaar wilt houden. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.